Matthijs van Nieuwkerk was ooit de gevierde talkshowster van Nederland, maar inmiddels is hij een soort persona non grata geworden. Iemand waar niemand zijn handen aan durft te branden. Zijn transfer naar RTL is mislukt en de verhoudingen met zijn vroegere werkgever BNN Vara zijn extreem slecht. Dat komt echt helemaal nooit meer goed. Het moet voor Matthijs pijnlijk zijn dat er juist in de kijkcijferhit van die omroep, even tot hier, zo vaak grapjes worden gemaakt over zijn teleurgang. Ook gisteravond was het weer zo ver, namelijk als het over de wajong uitkering gaat. Er wordt een filmpje ingestart waarin een voiceover van de overheid zegt: Denkt u in aanmerking te komen voor Wayong 2015? Dan is het nodig dat UWV WV uw arbeidsvermogen beoordeelt. Wajong 2015 is voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen en nu en in de toekomst niet kunnen werken. Presentator Jeroen Woe vindt dat wel heel lastig. Je moet dus kunnen aantonen dat je nu en in de toekomst niet meer kan werken. Collega Niels van der Laan, dus niet alleen nu niet, maar in de toekomst nooit meer. Jeroen, kijk, en dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om te beoordelen. Niels, dat is de wet van Peter van der Vorst. Het is moeilijk in te schatten of iemand tijdelijk niet kan werken of helemaal nooit meer. Als Niels die opmerking maakt, verschijnt groot een foto van Matthijs met zijn RTL baas voor heel even Peter van der Vorst in beeld. Peter heeft Matthijs keihard laten opvallen na wat hernieuwde ophef over zijn wangedrag bij DWDD. Die hele paringsdans met Matthijs is sowieso een van de grootste blunders in Peters carrière tot nu toe. Hoe dan ook, dat grapje leidt tot applaus in de Even Tot Hier studio. Het maakt maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe snel je als ster kan vallen. Het ene moment ben je zo ongeveer een TV-god, het andere moment ben je iemand die wordt bespot en waar het volk om lacht. Zo sneu. Er worden elke week BN'ers uitgelachen in Even Tot Hier, al viel het deze week mee. Wel werd in de quizronde nog een grap gemaakt over Wilfred Gené, die sowieso regelmatig aan de beurt is. Waar mag Oekraïne Rusland vanaf nu mee aanvallen? Luidde de quizvraag. De mogelijke antwoorden: lange afstandsraketten, Apache helikopters en de single van Wilfred Gené.